Hey allemaal! Wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik zit hier op een hele vreemde, onbekende plek. Dit is namelijk in het huis van Tycho. Vriendje van Julia. Dat is niet eens waar, hè? Dit is mijn broer. Dat zie je toch wel? Wat een humor, man. En dan schuif je eens even op. Ja, het is heel irritant, maar ik ben deze kamer niet gewend. Ik zit helemaal zo en dan zo. En... Ik moet helemaal ingezakt zitten. Maar wat gaan we vandaag doen, Henk? We gaan vandaag een Q&A opnemen. Dat hebben we echt al heel lang geleden gedaan. Doe alvast een blauw duimpje omhoog, want dat is superleuk. Hoeveel likes gaan we halen? 9999. Oké, dat is grappig, want ik kom uit 99. Ja, die doen we. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Dan gaan we nu beginnen met de vragen. Doe even mee. Woesh, woesh. De eerste vraag is, hoe ziet jullie toekomst er samen uit? Nou, wat wil jij met mij later? Kinderen, trouwen. Gewoon huisje, boompje, beestje jij. Ja, gewoon huisje, boompje, beestje. Huisje, boompje, beestje. Dit wordt ons beestje. Ik zou gewoon dat we ten eerste gewoon gezond zijn. En ik zou heel graag een huis willen, dat we samen wonen. En dan als we wat ouder zijn, een kind. Als we gewoon, of een kind, kinderen. En een boot. Een boot. Ik wil een boot laten met jou. Ik zou wel aan het water bijvoorbeeld willen wonen. Of in een stad. Dat vind ik heel erg leuk. Gaan jullie nog een keer op reis samen? Ja! Ja, we gaan op reis. We hebben iets geboekt. Ja, we gaan in de zomervakantie 3 weken naar Bulgarije, naar Sunny Beach, naar een all-inclusive hotel samen. Doe eens normaal. En we hebben er heel veel zin in, toch? Ja, ik wel. Ja, laat even weten waar jullie van de zomer heen gaan. Geen wenkies of geen wenkbrauwen? Dat is dezelfde. Geen wenkies of geen wenkbrauwen. Wenkies en wenkbrauwen. Wat zegt zij? Oh, wacht, sorry. Geen wimpers of geen wenkies? Nou, ik heb al geen wenkbrauwen. Oh, dat is heel dus... lastig. Ik denk dan toch geen wimpers, want je kan tegenwoordig wimperextensions doen. En wenkbrauwen maken je gezicht gewoon, dus ik heb dan liever dat dit eraf. De volgende vraag is, hebben jullie vaak ruzie samen? Nou, dat is nog een heel verhaal. We hadden eerst echt gewoon elke dag ruzie of zo op WhatsApp. En hoe is dat nu? Maar eigenlijk gewoon helemaal niet meer. Nee. Soms misschien 1 keer per week, ja, of zo. Eén keer eventjes gewoon een meningsverschil of zo. En in het echt gewoon soms een irritatie als we heel lang bij elkaar zijn. Maar eigenlijk valt het nu zo erg mee. De relatie is nu ook wel beter, denk ik, hoor, dan eerst. Ja, er zijn wel dingen gebeurd. En... Ja, het ging even slecht. Maar dan gaat het weer goed, toch? Het is veel beter geworden. Ja. Ja, want als je echt voor elkaar gemaakt bent, dan blijf je bij elkaar. Toch? Ja. Wat vinden wij het lekkers bij de McDonald's? Kip nuggets! Big Mac! Nee, ben je serieus? Ja, een Big Mac. Dat neem je nooit! Nee, maar dat vind ik wel het lekkers. Dat vind ik echt vies gewoon! Nee, ik hou gewoon van die hamburgers. Ik vind die echt niet lekker gewoon. Ik vind het dan Big Tasty ook lekker met bacon of zo, maar het is echt kip nuggets. En ik vind McFlurry ook lekker. Ik vind het bijna anders wel lekker. En ik heb daar zin in. Maar eigenlijk is het zo slecht voor je. Het is echt super slecht. Wat vind je een echte afknapper? Nou, wat ik een echte afknapper vind, ik vind het dan wel lastig, maar sowieso als iemand stinkt. Ik zie zo vaak mensen en die stinken dan en dan denk ik, oh, je kan hier nooit met mijn handen aan gaan zitten hoor. Wat ik nou echt een afknapper vind, gewoon bij een meisje stinkvoeten. Zijn we wel eens dronken geweest? Ben jij wel eens dronken geweest? Dat vraag ik me nou echt af. Volgens mij niet. Dronken niet, maar aangeschoten wel. Nou, ik ben nog nooit dronken geweest. Zo, zij was een keer dronken, jongen, dat wil je niet weten. Ze leek wel bezeten. Vertel het eens. Mijn zusje was jarig. Ik stond zo te draaien. En Julia, ja, die verveelde zich een beetje, toch? Ja. En ja, die pakte alleen maar drinken. Echt dronken. Alleen maar drinken. En ja, na een half uur, na een uurtje was ze gewoon helemaal... Ja. Ik wil je niet kwijt. Hij eet zo heel de tijd, hè. Dat was echt eng, man. Ja, je lag hem helemaal te spacen. Dat was echt niet goed. Nou, ik was helemaal gek en dat gaat nooit meer gebeuren. Nee, daar heb je van geleerd. Ja. De volgende vraag is, nooit meer seks of nooit meer YouTube? Nou, is jij. Nooit meer YouTube. Want seks is gewoon belangrijk. Anders word je niet gelukkig en dan kan je ook niet gelukkig doen. Dan word je niet gelukkig. Ja, je... Nee, maar kijk, het is zo... Ik vind het heel rot als ik zou moeten stoppen met YouTube, want dat vind ik helemaal niet leuk. Kijk, het is gewoon iets van als je van elkaar houdt, doe je dat graag. En dan, ik denk dat de relatie wel een stuk slechter wordt als wij nooit meer intiem contact kunnen hebben. Ja, het is wel lastig. YouTube is gewoon een hobby, weet je. Maar seks is ook belangrijk, anders ben je niet gelukkig. Ben je dan niet gelukkig? Ja, zo met de seksverslaafd hier. Nou, heb je haar nog niet meegemaakt, jongen? Nou, we slapen ook in de nacht. God, dan wil ik gaan slapen, dat wil zij. Ja. Dat is helemaal niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee. Wat vinden wij het mooiste lichaamsdeel van elkaar? Nou, bij jou vind ik dit er wel mooi. Bij jou vind ik gewoon dit toch leuk en dit leuk. Je mag maar één kiezen. Ja, de achterkant vind ik dan wel wat mooi, want dan kan je dan wat meer mee. Wat heeft jullie voorkeur?
ochtendseks of avondseks? Als het avond is, maar dan ook echt midden in de nacht, dan zijn we allebei best wel moe. Dus hebben we niet echt energie. En in de ochtend ben je echt helemaal fris wakker. Dan heb je wel energie. Alleen in de ochtend vind ik het als vieze of zo. Ja, ik weet het niet. Wat ik heb weet jij? Het wel. Nou, gewoon rond een uurtje of 7. Ja, een beetje rond 8 uur inderdaad. Zoiets een beetje. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje avond. Iemand vraagt op welke leeftijd wij ouders willen zijn. Ik denk dat ik een beetje 23 of zo vind ik wel goed of zo. Nou ja, kijk, als ja, ik gewoon is, een baan heb, ja, een huis heb. Ja, het staat nergens op, want het kan ook zomaar zijn dat ik 20 ben of zo. 21, het maakt me niet uit. Als we maar gewoon voor onszelf kunnen zorgen. Ik wil gewoon dat die baby een goede toekomst heeft en dat kindje zeg maar gewoon goed verzorgd wordt. Dan gewoon huis hebben en eten en dan werk. Ik denk dat zo rond 23, 24. Oké, weer een beetje een aparte vraag, maar iemand vraagt seks met elkaar hebben op camera en dat op YouTube zetten of met je moeder of vader seks hebben? Ik denk dan misschien wel het eerste, want ik zou het echt niet met mijn ouders willen doen. Dan heb ik het liever dat ik het met jou doe en dat ik het op YouTube zet en dat daarna meteen eraf haal. Ja, even voor 1 seconde, hè? Ja. Dat staat er niet bij. Nee. Wat is jullie favoriete restaurant om samen te eten? Nou, wij hebben zeg maar nog niet heel erg vaak ergens gegeten. We gaan altijd naar dezelfde dingen, als de Mac of Happy Italy of zo. Dan kies je toch voor Happy Italy, omdat ik het zo lekker vind. Dat is echt lekker. Ja. Wie zou als eerste de hele Jamin leeg eten? Jullie dan? Sowieso jij. Ik hou helemaal niet van de Jamin. Ik hou echt super veel van de Jamin. En elke keer als wij naar de stad lopen, zeg ik: zo even naar de Jamin. Oké, de volgende vraag. Wat is jullie gekste plek waar wij ooit seks hebben gehad? Oké, wat is jouw gekste plek dan? Met jou of met iemand anders? Volgens mij had je het alleen nog maar met mij gedaan. Ja, nee. Maar waarom zeg je dan, wat is jouw gekste plek? Dan is nou, omdat jij misschien een andere inlevert. Misschien vind jij dat ene wel gekker dan dat ik. Oké, okay, nee, in het weiland. Dat was toch niet in het weiland? Jawel, ook. Bij de rivier. Ja, ik nog gekker van misschien op de camping, bij de granen. Dat was ook op een weiland. 6 uur 's ochtends. Oké, de allerlaatste vraag. Iemand vraagt, is het al een keer uit geweest? Het is nog nooit uit geweest, maar wel bijna een keer uit. Ja, en dat was echt verschrikkelijk, hè? Maar laten we maar niet op details ingaan, maar het was bijna een keer uit. Dus het was bijna gewoon... Ja, en dat was echt niet zonder reden of zo. Er was echt iets heel ergs aan de hand. Nee, maar ik moet jullie wel zeggen dat... Ik heb er nog 6 trauma's aan wat er allemaal is gebeurd. En jij waarschijnlijk ook. Hoop ik en spijt en shit. Alleen, onze relatie is gewoon veel beter geworden sinds dat. En ik vind het echt niet goed dat het is gebeurd. Maar nu zijn we allebei wel een beetje veranderd, zeg maar. Tegen elkaar. We respecteren elkaar wat meer. We passen elkaar wat meer aan aan de ander. Want we maken elkaar in het begin een beetje gek. Ja, want als je vorig jaar, echt 1 jaar geleden. Kijk hoe we toen waren. Toen hadden we bijna elke dag ruzie. Ik weet nog wel dat we echt elke dag allemaal nare dingen over elkaar op Snapchat zetten. En mensen werden helemaal gek. Ik nou niet. Gebeurt dat nooit meer. En jij ook. Zo. Nee. Even die hatelijke smileys of zo. En nou nooit meer. En nou, ja, ik weet niet. Maar nu heb ik ook echt geen gevoel meer dat het uit zou gaan of zo. Ik ook niet. Ik voel geen spanningen meer. En het gaat gewoon super goed. Ja. Het gaat weer goed. Dan zit de Q&A die we samen hebben gedaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden naar te kijken. Laat ons vragen in de comments achter die je echt van ons wil weten. Misschien gaan we die gebruiken voor een volgende video. We willen jullie heel erg bedanken voor het kijken. En we hopen natuurlijk dat jullie de video leuk vonden naar te kijken. Ik hoop natuurlijk dat je weer komt kijken bij een volgende video. Want het is super leuk. Nou, hopelijk tot de volgende keer. Doei! Follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet.